En Stichting SU-EED heeft binnen 7 weken 2,5 miljoen Surinaamse dollar opgehaald voor de Nierstichting Suriname. Het streefbedrag was gesteld op 500.000 euro. SU-EED-voorzitter Giovanni Zeggen is ingenomen met het bereikte resultaat. Hij bedankt de Surinaamse samenleving voor hun bijdrage in zo'n kort tijdsbestek. Dit bedrag kan verder oplopen omdat niet alle gelden binnen zijn. De uitdaging is altijd om toegezegd geld echt op de rekening te krijgen, want dan heb je het ook in bezit. Men zegt mikberekening aan de ontvangst. No? Dus we hebben daar ook ervaring mee dat het soms heel lang kan duren, zelfs jaren, voordat geld echt op de rekening staat. En wij hopen, we willen het liefst al januari, februari het geld overhandigen aan de Nierstichting. Dat is het doel, maar pin me er niet op vast, omdat het ligt niet alleen in onze handen. En ook de voorzitter van de Nierstichting Suriname, Leon Brunings, is zeer ingenomen of tevreden over het opgehaald bedrag. Brunings geeft verder aan dat er na de renovatie ook gekeken zal worden naar een preventiecampagne. De stichting wil in februari starten met de renovatie van het gebouw. Het is niet in eerste instantie de bedoeling dat we daar geld in zetten. We hebben wat ander geld dat we misschien daarvoor gaan gebruiken. Dus het is niet in eerste instantie de bedoeling. Maar u mag er wel verzekerd van zijn dat preventie hoog op onze agenda staat. En dat we dus nadat we het werk hebben gedaan van de renovatie en de uitbreiding, dat we ons 150% daarop gaan gooien. Dus u hoort nog meer van ons. U weet samen met u eet, maar u hoort nog meer van ons.